En een ezel uit Arnhem stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. En dus heeft Lammers ervoor gekozen om zowel Douda, Ota als Nathan buiten de ploeg te laten. De eerste kans is wel van Excelsior, maar sluis met Van Ooyen. Excelsior Maassluis, vorige week toch een flink pak slaag op het eigen sportpark tegen Koninklijke HFC. En hier Vitesse. Vitesse met Mertjan. Een van de smaakmakers van Jong Vitesse. Vitesse wil graag naar de Jupiler League, althans dat heeft Lammers aangegeven, de coach. Maar voorlopig moeten de Arnhemmers zich toch vooral concentreren tegen degradatie. Dit is een aardig afstandsschot weer van Mertjan. De redding uitstekend van Leeuwen. Mertjan weer goed gezien. Op Kwarko draaien, dan een keer proberen. Ja, Vitesse wordt wat gevaarlijker op Papendal en dringt aan. Dit is weer een goede kans met de aanvoerder Lelieveld. Maar nog altijd 0-0. En u ziet het op dat bord daar aan de overzijde. Pas 10 minuten onderweg. Van den Berg op Van Ooyen. Perfect uitgekapt. Maar dan is de afronding matig. Tornes heeft hem klem vast. Lelieveld. Je ziet hem zoeken. Altijd zoeken naar Anil Mertjan. Van hem moet het komen. En dit is een overtreding van Poeltjes. En de eerste gele kaart van de wedstrijd. Hij zet de muur neer. Van Leeuwen en achter de bal natuurlijk Mertjan zelf. Probeer hem maar een keer. En dit is een aardige poging met heel veel moeite bij Van Leeuwen. Hij moet toch een keer komen voor Vitesse. En hij maakt zich zorgen. De trainer van Excelsior, Jeroen Rijsdijk. Van Ooyen heeft Van den Berg al gezien. Vincent van den Berg, de oud-prof. En een uitstekende redding van Tornes. Hij weet het, die moet zitten. Ploeg uit Maassluis dringt wat aan op Papendal. Vink, goed doorgekopt. Van Anolt, Jean-Claude Van Anolt. Wat doet die daar dan? Ja, dat hoort niet thuis in de tweede divisie. Dat is een overtreding op aanvoerder Redert. En dus een strafschop voor Excelsior Maassluis. Het broertje van Patrick Van Anolt. En hier Kruithof achter de bal. Hij miste tegen Spakenburg. Maar deze is niet te houden voor Tornes, de keeper van Vitesse. En dus Excelsior Maassluis op voorsprong op Papendal. Lelieveld maar weer een keer de aanvoerder. En dat zal niet zo bedoeld zijn, maar het is wel gevaarlijk. Vink. Daar Van Ooyen weer. Die heeft toch veel kansen nodig. En zo blijft het 1-0 bij rust voor Excelsior Maassluis. Van der Ende. Vink. Goed teruggelegd. Van den Berg. Oh, wat een mooi schot en een geweldige redding van Tornes. Op de inzet van Van den Berg. Daar is hij weer. Ooit actief in Londen bij Arsenal. Gevaarlijk nu en goed gekeerd in eerste instantie door Tornes. Daar een goede poging van Niels Redert. Lammers en Jansen, ze moeten een plannetje bedenken. In zo'n slecht nieuwsweek met puntenaftrek. Hier misschien, oh, Mike de Beer. Ja, veel mooier kun je hem toch niet krijgen, jongen. Daar Van Anolt. Dat is een aardige voorzet. En bij Excelsior Maassluis krijgen ze hem niet weg. Daar een goede kans. En nog een keer. Wat een flipperkast. En dan Julian Kalor. Ook hij niet. En de bedankjes naar Van Leeuwen. Berkhout, de invaller. Goed doorgezet. Daar Vink. Ja, het moest ineens. Nog niet veel gescoord, Vink. 3 keer dit seizoen. Berkhout weer. Vink in 1 keer door. Goed gezien. Op Derks. Vitesse wordt naar achteren gedrukt. Dit moet voor de keeper zijn. Of toch Vink? Ja, het is half. Maar het is genoeg wat Tornes daar doet.
Excelsior dan op zoek naar de tweede. En de beslissing die valt dan bijna hier van de berg. Acrobatisch. De jonkies van Vitesse, veel geblesseerde daar. Heel veel spelers van onder 17 en die kunnen het niet volhouden. Want dit is de invaller. Quinten Albertus is de naam. En het duel beslist. Mooi aangegeven van Fink. En dus wint Excelsior Maassluis op Papendal. Verdiend van Vitesse met 2-0.